Eindelijk sprak de ambtenaar: juffrouw, Azels heeft bandoen gehoor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorden zij, o wonder, zacht de stem van haar een zoon. Hallo, bandoen? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat een oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Met je kleine bruine vrouw. Goed hoor, zegt hij, en wij spreken elke dag hier over jou. En de kleuters zeggen 's avonds voor het slapen gaan een gebed voor een onbekende op met een kus op jouw portret. Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat een oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens, moeder, zegt hij lachend. Ik bracht mijn jongste zoontje mee. Later hoort ze duidelijk, opo lief, tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert ze